Hoe voer je op Wikidata een kunstwerk in? Hoe maak je op Wikidata een item aan over een kunstwerk? Of, deze video toont eigenlijk ook hoe je een bestaand kunstwerk op Wikidata kan aanpassen. Wat heb je daarvoor nodig? Een eerste stap is eigenlijk de benodigde informatie bij elkaar sprokkelen. Je kan die halen uit een spreadsheet of van een website of uit een database of iets dergelijks. Minimaal heb je nodig de titel van het werk uiteraard. Minstens één titel. Je mag ook meerdere titels invoeren, ook in verschillende talen. Maar één titel minimaal. Je moet weten welk soort werk het is. Een schilderij, een tekening, een interactief kunstwerk, een pastel enzovoort enzovoort. De maker moet je ook kennen. Dus je moet ook weten wat de naam van de maker is. Je kan eventueel ook een anonieme maker toevoegen. Daar hebben we ook een specifiek item voor. En als je dat weet, de datering van het werk. Dat kan op een jaar nauwkeurig, op een decennium of op de eeuw nauwkeurig bijvoorbeeld. Deze video is specifiek gemaakt voor het project Linked Open Data via Wikidata van een aantal Vlaamse musea. En daarbij slaan we ook per kunstwerk op bij welke collectie het hoort, welk inventarisnummer dit kunstwerk heeft in de collectie. En we hebben ook links naar de informatie over het werk op de collectiewebsites van de musea. Dit is eigenlijk ook best wel handige informatie om op Wikidata te hebben. Zeker het inventarisnummer en de collectie zijn zeer belangrijk, omdat die helpen om het kunstwerk uniek te identificeren. En een link naar meer informatie kan gebruikt worden als bron over het kunstwerk. Nu gaan we kijken naar de soort van voorbeeldinformatie die ik even voor deze video verzameld heb. Ik ga hiervoor naar mijn browser waar ik in Google Refine een kleine selectie gemaakt heb van een aantal wandtapijten uit de collectie van Museum M in Leuven. Je kan, zoals ik al zei, ook informatie halen uit een spreadsheet of vanaf een collectiewebsite van een museum of iets dergelijks. Of de informatie van internet halen. Maar ik heb het nu als open data beschikbaar gekregen van Museum M in Leuven. Die kunstwerken zien er als volgt uit. Ik heb eigenlijk alle informatie die ik nodig heb. Namelijk, ik heb een kolommetje waar de titels in staan. Ik heb de makers, met de namen erbij. Dus de correcte naam van de makers. Ik weet om welke kunstwerken het gaat. Het zijn wandtapijten of tapisserieën. Ik heb dateringen. In dit geval bijvoorbeeld is de datering niet precies. Dat gaat over de 20e eeuw. Hier heb ik een precieze datering op een jaartal. En ik heb ook links, URL's, die verwijzen naar waar meer informatie over het kunstwerk te vinden is. En, heel belangrijk, ik heb de inventarisnummers van, van de kunstwerken in de collectie van Museum M. Nu zie je, ik heb inderdaad, ik had het over de makers van de kunstwerken. Elk persoon op Wikidata heeft een eigen item. Dus een maker voer je niet alleen als een stukje tekst in, maar die is effectief ook een soort van object of een item op Wikidata. Het is dus belangrijk om eigenlijk bij elk kunstwerk na te gaan of de maker reeds op Wikidata staat. De meeste bekende of enigszins gerenommeerde kunstenaars zullen wel al een item hebben op Wikidata, maar de meer obscure kunstenaars nog niet. En in dit geval heb ik even mijn huiswerk gedaan. Ik heb al op Wikidata opgezocht of al deze kunstenaars een item hebben op Wikidata. Deze persoon is de onbekende maker, de anoniem. Deze heeft dit nummer, Jan Raas heeft dit nummer, Jan Leniers heeft dit nummer. Maar F.H. Thierry heeft nog geen item op Wikidata. Dus als ik zijn kunstwerk zou invoeren, dan zou ik hem ook nog als item moeten invoeren. Dus eigenlijk voor elke kunstenaar moeten we een specifiek item hebben. Verder werken we in dit geval met wandtapijten. Dit zou evengoed van toepassing kunnen zijn op schilderijen of op pastel, tekeningen. Maar in dit geval hebben we wandtapijten en de wandtapijt heeft dit nummer op Wikidata. Dus ook voor het type kunstwerk moet je een item op Wikidata hebben. De meeste zijn eigenlijk ook al aangemaakt, dus die bestaan al. Om nog even dubbel te checken, om te tonen hoe je dat opzoekwerk doet, gaan we even concreet op Wikidata kijken of Jan Raas wel degelijk een item heeft en hoe je dan dat nummer terugvindt. Ik ga nu naar Wikidata toe. Ik kom op de homepage terecht. Op de homepage en eigenlijk op elke andere pagina van Wikidata vind je de zoekfunctie. En daar kan je gewoon vrije tekst intypen. Ik doe nu bijvoorbeeld Jan Raas. En dan krijgen we een aantal resultaten terug, waaronder een orkestintendant. Dat is niet de persoon die we zoeken, maar wel Jan Raas de Tweede. Een wandtapijtwever uit de zuidelijke Nederlanden. Dat klopt helemaal. Je ziet hierbij dat de uitleg of de
korte beschrijving die bij het item staat, is bij mij in het Engels. Dat komt omdat ik zelf mijn instellingen op Wikidata in het Engels geplaatst heb. Je kan even goed met Wikidata werken in het Nederlands en dan ga je Nederlandse beschrijvingen zien. Dus dat werkt eigenlijk volgens hetzelfde principe. Dus ik klik nu op Jan Raas, de tweede, gewoon om even te checken of het allemaal wel klopt. En ja, ik heb hier iemand te pakken die inderdaad ook al een aantal nummers heeft in externe databases. Dus hij heeft al een aantal links naar RKD Artist bijvoorbeeld, zie je hier terug. En je ziet zijn geboortedatum, dus hij is inderdaad al ingevoerd. Het is een 17e-eeuwse tapijtwever. En hier is zijn Q-nummer. Dus dat kan je dan gebruiken bij de invoer. Nu, bij de invoer kan je eigenlijk ook gewoon op vrije tekst zoeken. Dat zullen we zo meteen bekijken. Dus ik kom eigenlijk tot de conclusie dat mijn informatie vrij concreet is. Dus ik kan gaan invoeren.